leiderschap is voor mij dat mensen die iets heel graag willen realiseren, dat ook voor elkaar krijgen. Dus risico nemen om een bepaald doel wat ze willen realiseren ook te doen slagen. Ondernemerschap gaat over nieuwe waardecreatie, dus je moet wel iets anders brengen, niet hetzelfde. Dat doe je ook nooit, want je bent ook een ander mens sowieso. Dus ook als je de tweede bakker bent, ben je een andere bakker sowieso al. Maar je moet blijven nadenken over wat de meerwaarde is voor de wereld. En waarom mensen bereid zijn om voor jou te betalen. Dus dan moet je ook na gaan denken over, maar wat maakt mij dan anders dan anders? Wat kan ik bieden vanuit mijn ervaring? Of vanuit mijn kennis? Vanuit mijn netwerk? En dat ga je dan verbinden met het idee wat je hebt. Ondernemerschap is niet per se iets perfect doen. Ondernemerschap is eigenlijk een product in de markt zetten en dat zo goed mogelijk afmaken met de liefde voor het vak. Zo goed mogelijk kwaliteit, maar tegelijkertijd zorgen voor je marketing, voor nieuwe opdrachten, voor een financiële basis, om die manier ook weer verder te komen. Ik denk op de manier zoals het nu in het onderwijs ondernemerschap gegeven wordt, dat het nog heel theoretisch is, het werken met modellen, het voorbeelden van grote ondernemers die het allemaal gemaakt hebben. Ik denk dat we veel meer toe moeten naar de gemiddelde ondernemer, en die bestaat niet. Dus dat het gaat om mensen die grote bedrijven hebben, maar ook mensen die ZZP'er zijn en het heel prettig vinden om een consultancyfirm te leiden. Dus dat we ook veel meer voorbeelden vanuit die praktijk ook echt naar binnen halen. Of dat een mbo is, een hbo of een universiteit. En we moeten het gaan hebben over die ontwikkeling van die man of vrouw, die student, die uiteindelijk als ondernemer aan de slag wil. En dat leer je niet alleen maar in boekjes, maar zeker zijn die modellen wel belangrijk. Maar je moet veel meer maatwerk gaan leveren om mensen ook echt te kunnen begeleiden om een succesvol ondernemer te worden. Dat is niet standaard. Niet iedereen heeft hetzelfde programma nodig. Ondernemerschap is eigenlijk risico kunnen nemen. Het is omgaan met risico's. En de vraag is welke risico's je in het curriculum inbouwt. Dus heel veel van de ondernemerschapsvaardigheden kun je op allerlei verschillende manieren trainen. Bijvoorbeeld in sport kun je ook zelfvertrouwen. Of in creatief of kunstzichtige vakken kun je creativiteit en vakmanschap op allerlei manieren trainen. En dus de condities die daarvoor noodzakelijk zijn. En ook calculeren in de zin van, we gaan iets maken wat we nog nooit geprobeerd hebben. Of we gaan iets uitproberen wat we nog nooit van tevoren hebben gedaan en misschien lukt het wel. Dus de kunst is om in een onderwijswereld acceptatie voor failure, om fouten te maken, toe te staan. Dus het mogelijk te maken dat iets misschien niet lukt. En daar goede feedback op te geven. Als dat lukt, dan kun je je ondernemerschap ontzettend trainen.